Het was een mooie week voor PSV. Er werd gelijk gespeeld tegen Atletico. Een wedstrijd die voor keeper Jeroen Zoet nog een prachtig staartje kreeg. Van alle spelers in Europa is hij verkozen tot Champions League speler van deze Europese speelronde. Als jij verkozen wordt boven Messi, denk ik, dan mag je daar best trots op zijn, lijkt mij. Hij heeft gewoon een uitstekende wedstrijd gekiept. Hij zit goed in zijn vel. Laat ook zien dat daarin weer een keeper gewoon een belangrijke schakel in een ploeg is, in een team. En persoonlijk zijn dit mooie momenten voor een speler. Maar dat was dan wel het laatste Europese succesje dat bij PSV werd gevierd deze week. Alle blikken moeten weer naar de Nederlandse competitie. Want zaterdagavond is er gewoon weer een wedstrijd in de Eredivisie tegen ADO Den Haag. Weer moet die knop om. En alles moet eraan gedaan worden om die wedstrijd te winnen. Want je wil dat heerlijke gevoel, het vertrouwen in elkaar. Veel wedstrijden op de nul kunnen spelen nu sinds de winterstop. Ja, dat wil je als team vasthouden. Een gevoel werkt ook vaak twee kanten op. Hè? Het geeft jezelf het vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in een team. Hè, dat we de goal wel maken. Maar het werkt ook, heeft een bepaalde weerslag op je tegenstander. Met wat voor gevoel gaat die tegen PSV spelen? Jong PSV speelt ook dit weekend. En daar doet een opvallende speler mee. Adam Maher. Hij zit al een tijdje op een zijspoor bij het eerste. En hij heeft zelf gevraagd om speelminuten bij het tweede elftal. Dat vind ik een positieve benadering. Dus daarom heb ik dat ook toegestaan om te spelen. En nou, wellicht zal dat vaker gaan gebeuren. Dat weet ik ook niet, want niets is zeker en niemand is altijd zeker van een plek in de selectie. De wedstrijd tegen ADO kan PSV met een geheel fitte selectie benaderen. Een luxe positie voor de trainer. PSV ADO begint om 19:15 en is live te volgen via Studio 040 Radio.